Hoe moeilijk is het om een baksteen doormidden te slaan met alleen je hand? Oh, dat was makkelijk. Ja, dat was een hele zwakke baksteen van gips. Laten we het nu voor het echtje proberen. Oké, dit lijkt wel onmogelijk. Ja, onmogelijk is het dus niet. Kijk maar eens naar deze Aziat die het even gladdeloos klaart. Maar natuurlijk snap je wel dat dit soort mensen hun handen jaren hebben getraind om zo'n massief ding als een baksteen kapot te kunnen maken met een fragiel handje. Dus daarom ga ik het voor nu even wat makkelijker aanpakken. Oké, dit zijn dus breekbare planken. En hier heb je een gele, die is voor zwakkelingen. Dan heb je een rode, die is voor gevorderden. Heb je nog een zwaarder? Nee, die is voor experts. Het is bijna een baksteen op zich. Het is... En nu gaat Frank ze alle drie doen. First try. 3, 2, 1. Easy. Oh, die zit best wel pijn, ouwe. Kijk even hoe dik dit is, hè? Ja, die is al super dik. Die kan fucking veel pijn gebeuren, ouwe. 1. Ja, dit kan er dus gebeuren als je zonder enige voorbereiding of techniek op harde objecten gaat slaan. En dus begin ik eerst even bij een plankje. Oké, dit is fucking easy. Let op. Oké, deze houten plankjes zijn nog super makkelijk, maar het wordt steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker. Tot uiteindelijk de fucking baksteen. Oké, dan gaan we dan 5 plankjes hout. Oké, dat was nog best wel makkelijk. Dus ga ik van de 5 plankjes er 10 van maken. Zoals je ziet sla ik met mijn handpalm. Dit doe ik omdat ik dan met het meeste vlees sla. In plaats van met mijn fragiele botjes die totaal nog niet getraind zijn. Met deze techniek heb ik dus vrij weinig kans dat ik iets ga breken. Oh yes, oh yes. Oh, ik begin nu echt pijn te krijgen bij mijn handen trouwens. Holy shit. Oké, naast het slaan met je handpalm moet je ook je volledige lichaamsgewicht gebruiken om zo hard mogelijk door te rammen. En daarnaast is eigenlijk ook nog de bedoeling dat je je hand uiteindelijk onder het desbetreffende materiaal wilt hebben, zodat je mentaal er voor de volle 100% voor gaat. En ja, als dit dus mislukt, dan heb je veel pijn. Ja, op dit moment besefte ik mij dat zo'n baksteen breken nog wel eens heel moeilijk kan gaan worden. En dit dachten jullie de kijkers ook met deze demotiverende comments toen ik deze post had geplaatst. Gast, wat probeer jij nu weer? Dat is onmogelijk. Ik hoop dat je goed verzekert. Of deze. Als het je lukt, spring ik van een flat af. Ja, niet alleen mijn fans, maar ook Siert heeft er geen vertrouwen in. Jij gaat gewoon dus legit een baksteen door midden slaan. Gaat jij niet lukken? Amma nooit niet. Ga jij niet lukken? Als jij niet met volle kracht het ding meer slaat omdat je bang bent of zo en je breekt het niet, ja, dat is pijn. Maar als je er wel met volle kracht erop slaat en je breekt hem ook niet, dan breek je je hand. Ja, en om al die waarschuwingen besloot ik om mijn botdichtheid wat steviger te maken door middel van mijn knokkels en handen te martelen. En hier heb je allerlei verschillende methodes voor. Maar ik begin nu met knokkel push-ups. Hierbij moet je je hele lichaamsgewicht op je knokkels laten leunen en push-ups doen. Ja, als je dit lang genoeg volhoudt en doet, wennen je botten eraan om zwaar belast te worden. Hierdoor krijg je ook een dikkere iltlaag op je knokkels. Nu gaan we naar puur steen. Fuck. Oké, ja. Dit kan ik toch niet serieus meer nemen. Gewoon steen. Maar ik ga letterlijk alles doen zodat ik die baksteen kan breken. Oké, zoals je misschien merkt doet het echt enorm veel pijn. Maar gelukkig pushte ik mezelf er doorheen en maakte ik al mijn overige push-ups af. En toen ik uiteindelijk keek naar mijn knokkels zag ik duidelijk verschil. En een enorm grote afdruk. Wat mij juist veel motivatie gaf om nog even wat plankjes te breken. Alright, om mijn knokkels extra goed te ontwikkelen ga ik nu tegen bepaalde materialen aanslaan. Voor echt... een kwartier lang. En het eerste materiaal was zand. Dus pakte ik mijn blauwe emmer en tiefde het neer op de grond om er vervolgens dus een kwartier tegenaan te rammen met mijn handen. En besef je trouwens wel als je deze oefeningen echt 5 jaar lang uitvoert, dat je dan echt letterlijk knokkels van staal krijgt, waarmee je dus bijvoorbeeld spijkers in een stukje hout kan slaan. Alright, nu is het eindelijk tijd dat ik tegen een fucking boom ga slaan. En zoals je kan zien mijn knokkels er al wat... meer stabiel uit. Ja, voor het eerst in mijn leven doe ik aan real life Minecraft. En diep in mijn achterhoofd voelde ik me best wel een kneus dat ik dit mijn werk kan. Oh.
Ik hou op. Ja, ophouden is geen kwestie sinds die baksteen nog altijd op mij aan het wachten is. Alright, dit is zandsteen. En dit is eigenlijk een makkelijkere versie dan de baksteen die ik eigenlijk wil gaan breken. En daarom ga ik het hier op oefenen. De techniek. Oké, de enige manier waardoor ik niet mijn hand zal gaan breken is door deze techniek. Je lift de baksteen een klein beetje omhoog zodra je gaat slaan. Hierdoor knapt de baksteen veel eerder, omdat het met de kracht die vanuit je hand komt keihard tegen het andere gesteente aantieft. Deze techniek is zo OP, jongen. Die baksteen gaat gewoon easy lukken, toch? Alright, tot en met nu toe heb ik talloze plankjes doormidden gestoten. Zelfs een kleine zandsteen. En nu was het dus eindelijk tijd om naar het één na laatste niveau te gaan, namelijk dit massieve ding. Dit is letterlijk bij de even groot als mijn hand. Oh, die deed nog best wel pijn. Oké, nu gaan we naar de dikkere versie. Fuck yes. Dit is toch insane hoe dik dit is. Kijk even die... Tors. Ja, deze steen ziet er misschien wel dik uit, maar het heeft echt een andere dichtheid vergeleken met een fucking baksteen. En dit hield ik ook natuurlijk in mijn achterhoofd, wetende als ik voluit ga rammen, ik kans heb dat ik mijn pols of vingerkootje breek. En in het ziekenhuis beland. Het is dus een kwestie van goed raken met de perfecte techniek en kracht. En als je dit allemaal combineert, kan je een baksteen breken met alleen je hand. En dames en heren, net zoals altijd gaat mij dit lukken, want niks is onmogelijk in mijn wereld. Ja, dit is moeilijker dan verwacht. Dit is echt by far het meest moeilijke object ooit. Oh, nee joh! Holy shit, het is gewoon gelukt.